Want Rin is Rin en Jol is Jol. Zal niet gejaagd die wiese vol. Want Rin is Rin en Jol is Jol. Zal niet gejaagd die wiese vol. Sportpark Roda JC op Kaalheide in Kerkrade. Eens het domein waar het Roda elftal excelleerde. In de staanplaatsen keken de Roda-aanhangers uit op de verrichtingen van Hans Fischer. Hij was jarenlang aanvoerder. De thuiswedstrijden waren iedere keer een feest met het huisorkest wild tekeergaand op volle tribunes. Een tijd die Hans Fischer zich nog goed voor de geest kan halen. Ik ben toch nog een beetje trots op dat hier nog allemaal staat, dus Kaleiden. Het zegt wel iets. De mensen waren er trots op voor hier uit in Kaleiden te komen. En iedere tegenstander had ook angst hier. Hier heb ik dus een strafgok moeten nemen, omdat je aanvoerder bent. Die anderen die wouden hem niet nemen. Dan denk je, ja, schiet jij hem maar. Maar dat was ook niet zo leuk. Want ik schoot hem zo hoog eroverheen dat ze hem nu nog aan het zoeken zijn. Dus dat kan ook gebeuren. In 1973 promoveerde Hans Fischer met Roda JC naar de Eredivisie. Maar het jaar van het kampioenschap was een moeilijk jaar. Nou, dat was feitelijk het eerste. Was het moeilijk omdat in november, als ik het goed heb, de trainer Jacques Kolen stierf op de training. En daarna hebben we ons toen met de hele ploeg gezamenlijk gepakt en gezegd: nou, dan willen we toch doortrekken wat van Jacques Kolen het werk en al. En zijn we dus kampioen geworden. Dat was dus feitelijk ook een beloning voor trainer Jacques Kolen. Ja, het was ongelooflijk. Zoiets vergeet je nooit meer. Dat je bij Heracles was dat toen. Toen speelden we gelijk en toen met de trein terug. En van Heerlen in open wagens naar de Maagdenkerk hadden. Dat was bom en bom vol. Dat doet je wel wat. Een jaar later stopte Der Pap, zoals ze van bijnaam heette, na 18 seizoenen met betaald voetbal. Veel profs komen daarna in het spreekwoordelijk zwart gat terecht. Nee, ik ben niet in een zwart gat gevallen. Ik ben dus altijd met voetballen bezig gebleven. En na de hand kwam dus Hans Kouwen en zei: het is ideaal, jij gaat het trainersdiploma halen en dan word je jeugdtrainer. En dat ben ik nu nog altijd. Dus, Geen moment heeft hij zich verveeld. Zo'n 32 jaar traint hij nu al diverse jeugdelftallen van Roda. Ook hij ziet dat de jeugd nauwelijks doorbreekt bij Roda. Dit wordt natuurlijk iedere jaar moeilijk, want je moet zo'n uitzonderlijke kwaliteit hebben voor het eerste elftal halen. Pak maar Ajax, vroeger of een jaar geleden de beste jeugdopleiding van Europa. En hoeveel van Ajax staan er nu nog erop? Dus tel maar uit. En het is hier bij die andere clubs ook. Dat nog PSV is, Feyenoord, noem maar op. Ja, het is moeilijk voordat de eigen jeugd nog een kans krijgt. Maar je moet ook veel doen en nog veel meer later ervoor. Je moet er alles van op een zij zetten voor die top te halen. Maar kijk, als ik een goede buitenspeler heb, maar die zijn ook dun gezakt. Een rechts of een links buiten. Die moet een man kunnen passeren, die moet een goede voorzet hebben. En dan moet ik ook spitsen hebben die rücksichtloos zijn. Die zijn er niet meer. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Ja, ik was keihard in de duels. Ik had geen angst. Ik kon ontzettend goed koppen. En een goede linkerpoot. En rechts kon ik me ook goed behelpen. En een goede tactisch inzicht. Want de snelste was ik niet. Maar ik loste dat op met een tactisch inzicht. En voetbal is vooruitdenken. Lezen. Noemen ze zo vaak. Ik zie aan de houding van een andere verdediger aan de andere kant. Zie ik waar die bal terecht komt. Hoe hij gaat trappen. En dat moet je zien. Ook al is hij niet meer de jongste, als het aan Hans ligt, blijft hij voorlopig nog bij Roda JC. Zolang ik het leuk vind en plezier dan blijf ik misschien tot 93 doorgaan. Dat is ouderdom van mijn opa.